Aan de rand van Hengelo ligt SVB Groentuin. Deze biologische groentuin is een van de werkleerbedrijven van SVB Midden-Twente. SVB Midden-Twente heeft drie belangrijke uitvoeringstaken. Het bieden van beschut werk aan mensen die nog niet kunnen werken op de reguliere arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen naar werk. En het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. De kerntaak van SVB Groentuin is het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Hengelo, Hof van Twente, Borne, Haaksbergen en het UWV melden bij SVB mensen aan die een uitkering ontvangen. Een werkcoach arbeidsontwikkeling van SVB kan zo iemand na een intakegesprek bij SVB Groentuin plaatsen. Daar wordt verder in kaart gebracht wat diegene kan en wil. Medewerkers worden binnen SVB Groentuin op verschillende plekken ingezet, waar ze arbeidsritme opdoen en werknemersvaardigheden aanleren. Ze gaan eerst aan de slag binnen de groentuin zelf, waar gewassen, bloemen en kruiden worden verbouwd op kleine akkers en in kassen. Ook heeft SVB Groentuin een fruitboomgaard, kippen en bijenvolken. De biologische producten uit de groentuin worden door medewerkers aan particulieren verkocht. Na verloop van tijd kunnen medewerkers ook worden ingezet buiten de poorten van de groentuin. Bijvoorbeeld bij het etensrestenproject waarbij Hengeloze flatbewoners hun etenresten meegeven aan medewerkers die met voedselfietsen langskomen. Binnen SVB Groentuin worden deze etensresten tot compost verwerkt. SVB Groentuin onderhoudt ook plantsoenen en tuinen van woningbouwverenigingen en bedrijven. Medewerkers werken daarbij in het groen rondom flats en woningen en ook zo worden zij arbeidsfit gemaakt. Verder heeft SVB Groentuin een klussendienst die werkzaamheden verricht bij particulieren. Voorbeelden van klussen zijn het plaatsen van een schutting en eenvoudige bestratings- en tuinwerkzaamheden. Als laatste onderhouden medewerkers de stadstuin. Dit is een kleine versie van de biologische groentuin die is ingericht op braakliggende gemeentegronden. Medewerkers die arbeidsfit zijn, stromen uit richting de reguliere arbeidsmarkt. Ook stromen er vanuit SVB Groentuin medewerkers door naar Gildeboer dat de openbare ruimte beheert en onderhoudt. Bij Gildeboer ontwikkelt een medewerker zich verder door specialisatie in een vakgebied, zoals het onderhoud van het openbare groen, het beheer van sportvelden of begraafplaatsen en het schoonhouden van wijken. SVB Groentuin is dus een werkleerbedrijf met een belangrijke maatschappelijke taak. Deze biologische groentuin is een middel om mensen voor te bereiden op deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. Zij krijgen hierbij professionele begeleiding en maatwerk aangeboden.